Yo mensen, goedemorgen. We zijn weer wakker. We hebben net gegeten en we gaan nou zwemmen. Ik neem de GoPro gewoon lekker mee. En we gaan wel zien wat we allemaal tegenkomen. Dus dat wordt mooi. We komen daar langs Ocean, daar waren ze vorig jaar waren ze nog aan het bouwen en nu is het af. Het is nu 1 mei of zo, of 30 april of zo, weet ik veel, zoiets. En het gaat in juni open, dus het is bijna af. Dus we gaan even kijken. Kijk, hier zo is Ocean. Kijk dan. Kijk, dat is Marine. Daar waren ze vorig jaar aan het bouwen, weten jullie dat nog? Anders moet je gewoon het filmpje terugkijken van vorig jaar. Ik zal de link in de beschrijving zetten. En ja, dit is nou, ik zal verder gaan filmen. Kijk, dan zou je zeggen, oh, dit zijn alle glijbanen. Maar nee, dat zijn de glijbanen. What the fuck, joh. Ze zijn echt groot. Island en het is nu 11:50 of zo. En om 12 uur gaat de ijskraam open. Dus we gaan even wachten en dan gaan we ijs eten. Something's gonna bring a change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Calling us to fly away. Lekker ijsje. Hoef jij niet? Nee. Oh, ja, jij wou hier... eten. Oh, na het eten. Jij wou hierheen. Jawel! Oh! Zie, we gaan zitten dan. En dan gaat mijn touw wel. Ja, dat is ook leuk. Ik vind niet dat je Dan gaan we weer naar Marine. We gaan bij Burgerland eten. Het is Ocean, jongens. Ja, mogen hier niet eens komen eigenlijk. Ja, zit al wat? Oké, we gaan misschien straks even stiekem rondje lopen, even rennen een beetje. Want je mag daar echt gewoon totaal niet komen, want er staat helemaal omheen, staat een hek. Dus ja, het mag gewoon niet. Maar ik wil het eigenlijk wel filmen, zeg maar. Dus misschien gaat het wel doen. Burgerland is daar, maar we moeten wel zo, want hier is de trap. We gaan eerst zo hier kijken. Hier hadden ze vorig jaar ijs dat we niet wisten.
kwamen hier en toen hadden ze ineens ijs. Ja. Oh, ze hebben wel toetjes. Het is hier heel druk. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is lekker. Wauw, ik weet het. Hij weet het niet. Hier uit het raam kan je goed filmen bij Ocean. Je kan het goed zien. Eigenlijk moeten we nog hoger, maar dan zitten we in kamers, dus dat kan niet. Oké, hier is Burgerland, jongens. Het ziet er aardig dicht uit. Dus we kunnen kijken of dat die open is. Ik hoop het. Nee, die stuur is daar ook gekocht. Nee, uit. Ja, is hij dicht? Nee. Ja, hij is dicht. Ja, doe maar. Ja, hij is dicht. Alle lampen staan uit. Helaas. We gaan helemaal naar boven. Sinaasappel. Citroen. 7. En dan gaan we weer uitkijken, want misschien kunnen we dan op Ocean kijken aan de achterkant. Oh joh, gek. Oké, laat hem niet dieven dat. Of niet, dit is Marine, dat is Village. Maar we gaan zo en dan zo, want dat weten we nog van vorig jaar. Kijk, let op hè. Oh. Kijk, daar kan je kijken. Hé, hey, de deuren zo. Nou, dat gaan we niet doen. Dus nooit gewoon. Maar we kunnen hier wel even snel kijken. Nee, team, we gaan echt niet hoger. Kijk. Oh, Ocean. Oh, kut, schoonmaakster komt. Helemaal niet. Nee, ik ken het niet. Wc-rol. Probeer hem in dat zwembad dan. Ja, doe maar. Zou je dat redden? Dan moet je echt, een goede slinger geven. Je moet wel echt hard gooien, hè? Oei. Oh, die gaat echt mis. Oh nee, hij zit erin. Kijk, dit is dus nog Marine. En daar zo is Ocean. Die hebben ook van die soort, ja, dit eigenlijk. Zo'n zwembad ding. Voor je deur. Ja, dat is echt ziek. We gaan weer terug. Oké, okay, jongens, we gaan hier even heel even snel. Oh, er staat wel iemand te werken daar zo, hè? Ja, doe je. En dan rennen we heel snel, want ik wil echt even beelden van dit hebben, want ik vind het echt een cool hotel. Okay. Jongens, we gaan er straks wel heen, want nou zijn er mensen. En ik hoop dadelijk hier. Jongens, we gaan even een wafel halen, want het is nou niet druk. En daarna gaan we eten. Spulletje, dat wordt lekker. Oh, chocola en poeiersuiker op de wafel. Lars is er ook ondertussen, we zagen hem zitten. Of ja, hij zag gewoon staan. Nee, ik hoorde piepen van de GoPro. Ik dacht, hé, daar herken ik. Dus kom maar dan maar schijnt. Timo, lekker smullen. Ja, ja. Oh. Mooi, jij ook lekker smullen? Oh, je hebt iets anders, je hebt kippenpotjes. Ja. Lekker. Nou mensen, het is 2:30. En Geert en Roos en Iris gaan naar huis. Echt naar huis, naar Nederland. Dus we gaan ze even uitzwaaien. Nou jongens, we lopen weer bij Village. We gaan even een shirt halen. Want we gaan even foto's maken, want hun gaan dus weg. En hun zijn er ook al hier voor het derde jaar. Of tenminste, wij weten al, 3 keer zijn wij samen met hun gegaan. En ja, niet samen, maar die kwamen we tegen, laten we het zo zeggen. En we hebben dus al, die vorige 2 keer hebben we dus al een foto gemaakt op dezelfde plek. Dus dat gaan we nou weer doen. Dus we moeten even shirt halen. We zitten op nog even. Ja, ze gaan naar huis. Dat is echt kut. Helaas. Maar we gaan jullie wel uitzwaaien. Yeah. Daar worden we wel wat blijer van. Ja, een klein beetje. Ik weet niet hoor, wat hey. Houden we. Hey, doei. Later. Houden. We're going uitzwaaien. We are swaying out. Ze zitten hier zo. Kras. Is het warm in de bus? Die dingen die gaan toch omvliegen? Het is warm in de bus. Bloedheet? Ja, echt heel erg warm. Oh ja, dan. Ja, zo is echt die erg. Laatste momentje erin. Ja. Is het warm in de bus, Iris? Wat? Is het warm in de bus? Ja. Oh. Ja, dat is minder. Nou, wij moeten aan. Ja, ik heb voor mij warm. Heel erg warm. Yes. Houden we. Ah, die warm in de bus. Ja. Jij doet hem eruit! Hey, houden we! Fijne reis, hè? Fijn gelukt! Adi, worry! Hey, is het jongens? Hey, kom maar nog! Nee! Ja.
Nou jongens, ze zijn helaas weg. En wij gaan terug naar Island. En ja, we zien wel wat we gaan doen. Daar komen ze aan jongens, Timo. Hey! Wie heeft er nou geen pizza, jongen? Jij of ik? De pizza was ja, nee, denk ik niet. Nee. Nee, ja, jammer. Nee, het is niet. Nee. Kijk, ze dachten dus dat ik te laat zou zijn voor de pizza. Jij bent te laat voor snoep, jongen. Ja, maar pizza is lekker dus. Wie wil dan nou drop? Iedereen wil toch pizza? Ja. Ze komen terug op de kamer. En natuurlijk, ze doen altijd die handdoeken vervangen en zo en goed leggen. Kijk wat ze hebben gemaakt. Sowieso. Hebben ze gewoon de zonnebril gepakt en hebben ze gewoon erop gelegd. Nou jongens, we zijn dus verstoppertje aan het doen. En ik wil hierbij dus ook de video even afsluiten. Doe even een like, abonneer even. En dan checken wij jullie. Later. Houdoe.